Hier in de keuken doe ik voornamelijk de werkzaamheden die te maken hebben met het in ontvangst nemen van goederen, het opmaken van gerechten, samen met chef Jeroen. Triangle Ocean Skip, chef. Mooi, gaan we aan de gang. Erwin doet het zeker goed hier in de keuken. Hij is leergierig, pakt dingen snel op. Dus het gaat zeker goed komen met die jongen. Als kok moet je een teamplayer zijn, creatief, stressbestendig. Want je hebt natuurlijk af en toe piekmomenten. Kostbewust, je hebt natuurlijk gerechten die je inkoopt en daar moet je verkoop tegenover stellen. Ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste eigenschappen voor een kok. Ja, je snelheid zit er goed in. Mooie gelijke plakjes. Nou ja, het is vooral het moeilijkst om jezelf te controleren, perfectionistisch zijn. Wat jij zelf misschien goed of compleet vindt, vindt de chef of een ander misschien niet af, zeg maar. Na mijn opleiding word ik geplaatst aan boord van een schip. En daar ga ik gewoon alle werkzaamheden die ik hier heb geleerd, die ga ik daar voortzetten. Jeroen stuurt mij in de goede richting en die biedt hulp waar nodig. Dat wat beter kan, dat brengt hij goed over. En ik heb toch wel echt een goede leermeester naast me staan. Wat ik af en toe wel lastig vind, is dat als er heel veel bestellingen binnenkomen, dat er hier dan echt ineens een hele hectische werksfeer komt. Dat daar ik soms nog wel moeite mee. De laatste keer dat ik trots was op Erwin is dat hij buiten de kaart om dingen maakt die niet op de kaart staan. Wat dus zijn creativiteit toont. Ja, dat maak je als praktijkbegeleider wel trots. Nou chef, wat vindt u ervan? Ja, het ziet er netjes uit, mooie afwerking.